Ja, vrienden. En dan opeens, dan is het gewoon zover. Ja, oh, by the way, ik wou jullie even bedanken voor al die duizenden berichtjes die jullie gestuurd hebben de afgelopen dagen. Ja, daar ben ik blij mee. Ja, dan is het gewoon zover. Ja, dan is die Derksen gewoon niet meer op tv. Ik weet wel wie daar blij mee zijn. Ja, ja, Louis van Gaal, die zit zo thuis. Ja, kakelende kaag. Oh, die ook. Willem-Alexander, ook die. Ja, die zijn er blij mee. Maar jullie schreven aan mij dat jullie er helemaal niet blij mee zijn. En jullie vinden bijvoorbeeld dat Talpa dit helemaal verkeerd heeft aangepakt. En dat Talpa de schuld is dat, zeg maar, Derksen weggejaagd is richting Groho. En daar hebben jullie gelijk in. Want als Talpa maar even een handje had uitgestoken naar die Derksen, dan had hij hem gelijk, woep, had hij hem zo gepakt. En dan was dit allemaal niet gebeurd. En iedereen die schreef ook ergens dat het kwam door de cancelbeweging, zoals dat genoemd wordt, en de woke cultuur, die zijn dan schuldig ook aan het vertrek van VI. Ja, en dat is die hele club, die woke en die hele handel, dat is die club van die mensen die zo verschrikkelijk deugen, weet je wel, die een beetje hypocriet zijn. En die krijgen op de een of andere manier, krijgen die steeds meer invloed in Nederland. En beginnen allerlei dingen te bepalen, zoals het verdwijnen van VI, hoe is het mogelijk? En ook zorgen zij ervoor dat Nederland helemaal verandert. Want nu krijgen we ineens dat het normaal wordt gevonden om het hier achter je ellebogen te hebben in Nederland. Dat gaan we dan normaal vinden. En dat we met vingertjes naar elkaar gaan zitten wijzen, dat gaan we dan normaal vinden in Nederland. Dat kan toch absoluut niet, vrienden. En dat iedereen straks met hun eigen bezempje loopt om zijn eigen straatje schoon te vegen. Ach, dat zit er aan te komen. En dat je moet gaan uitkijken met wat je zegt en met wat je doet. Maar er is nog een derde partij die hier schuldig is. En dat noem ik Team Truttitas. Ja, Nederland is zo truttig aan het worden, vrienden. Of is het al dat het werkt? Dat is schrikbarend gewoon. Vroeger kon er zoveel meer. Ik zal daar niet over uitweiden. Maar Nederland gaat nu gebukt onder een verschroeiende vertrutting. En jullie schreven ook aan mij. Ja, maar Harry, jouw programma's van vroeger, de Pisa en Verona, die zouden nu absoluut niet meer op tv kunnen. En vrienden, ik ben bang dat jullie gewoon gelijk hebben. Nog niet zo lang geleden, dan lachten we ons toch helemaal krom om Amerika. En dan zeiden we toch van, kijk eens hoe preut ze daar zijn. En kijk nu eens, vrienden. Wij zijn gewoon op dit moment gewoon preutser dan de hele Verenigde Staten. Ja, zo erg is het op dit moment. En daar is deze Derksen toestand weer een bewijs van. Geen VI meer op TV. En wat krijg je nu dan? Ja, gefeliciteerd allemaal. Ja, herhalingen van de Meilandjes. Ja, de Nederlandse televisie, vrienden, wordt ons nationale slaapmutsje. Oh, is dat even wat? Ja. En daarom Johan, ja, luister, namens alle volgers van mij zeg ik nogmaals tegen je, ga niet terug naar die tv, ga het niet doen, ga hetzelfde doen als ik, ga gewoon online, dan ben je je eigen baas, dan zal je nooit meer een directie tegenkomen die jou kan beledigen. En nog even wat, laat ze de koleren krijgen daar in Hilversum.